Welkom op Revives. Mijn naam is Angelique. Ja, zometeen een nieuwe reading voor het teken van Watermaan. Maar allereerst wil ik natuurlijk weer iedereen hartelijk bedanken die zich in de afgelopen tijd heeft geabonneerd op mijn kanaal. Ik ben jullie super dankbaar natuurlijk, want door jullie groei ik natuurlijk. En uit dankbaarheid wil ik iets terug doen. Dat is dat ik maandelijks eigenlijk persoonlijke readings ga weggeven. Ik blijf dat een beetje doen, want ik vind het gewoon heel fijn. Ja, om mensen blij te zien, dan kan ik natuurlijk niet iedereen dat doen. Maar ja, als ik een paar gelukkig kan maken, dan ben ik dat ook. Dus mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat is wel een must natuurlijk. Abonneer dan en laat het me weten. Like deze video, dat is ook eigenlijk een voorwaarde. En als je graag kans wil maken ook op dit prachtige deck en een beetje feeling wil krijgen met tarot, dan is dit je kans, want hiermee kan je dus een beetje feeling krijgen, want de teksten staat al op de kaart. Dus hoe mooi is dat? Dus dan neem je het ook wat makkelijker op. Is het ook wat meer begrijpbaar? Dus wil je kans maken op een persoonlijke reading, een rood hartje en een like voor deze video. En een paars hartje en een like voor het prachtige deck. We gaan eens kijken, lieve Waterman. Wat mogen we weten? Natuurlijk loopt niet iedereen op hetzelfde pad, dus hou dat in acht. Kijk dan eventueel je maan, je ascendant en je venus teken na. Of vraag natuurlijk een persoonlijke reading aan en dat kan op www.revivestarot.nl. En laat het ook los als het niet resoneert. Want wat ik al zei, het kan niet zo zijn dat alles altijd op hetzelfde pad loopt. Ik heb hier al een kaart, Endless Love. Waar je op zou moeten focussen, dat liefde eindeloos is. Misschien heb je iemand waar je iets van heeft, een connectie mee hebt. En ik heb hier als blokkade, healthy choices. Dus dat is belangrijk. Zorg goed voor jezelf. Waar kan je aan werken? Wat is... Waterman. Waar kan de Waterman? Oeps. Chemistry. Dus er is een connectie waar je veel chemie voor voelt. Of er komt iets op je pad. Waar dus veel chemie is. Wow, en sadness. Dus het kan zijn dat je getreurd bent over iemand. Of iemand is getreurd om jou. Maar we gaan zo verder kijken. Het kan zijn dat je een telepathische connectie hebt met iemand. En communicatie. Dat je dus, fifth dimension. Dus het kan zijn dat er een bijzondere connectie is in je leven. Of misschien dat je er eventjes geen contact mee hebt. Oeps. Nee, en maak geen beslissingen die gebaseerd zijn op schuld. Want... wat je misschien anders had kunnen doen. Of hoe je het misschien zo had kunnen doen. Maar blijf ook trouw aan jezelf en ook aan anderen. Ja, dus het kan goed zijn wat ik al voelde eigenlijk. Dat het dus een speciale connectie is. En playfulness heb ik hier. En wees ook speels. Hè? Dus... misschien dat je treurt, maar Spirit zegt eigenlijk, doe leuke dingen. Ga erop uit en zorg ook goed voor jezelf. Want die chemie die jij hebt met die persoon, die is eindeloos. En die liefde tussen jullie ook. Dus wees niet getreurd. Vertrouw er ook op dat alles zo is, zo moet zijn op dit moment zoals het is. Dus dat ik voel. Oeps. Wat mag ik weten voor de Waterman op liefdesgebied? Wat is er in het verleden gebeurd? Stabiliteit is wat ik zie. Samen met de Emperor. Dus er is iets. Er is wel stabiliteit. Heb je gekend. Het kan zijn dat er een huwelijk was. Of dat jij een gezin hebt. En dat er iemand. Ja, heel stabiel was. Alleen heb ik het gevoel dat het misschien niet helemaal is zoals jij het misschien wilde. En dit heb ik volgens mij eerder gehad bij jullie. Maar er is iemand in jouw omgeving, of er was iemand in je omgeving, waar jij wel heel veel stabiliteit mee kent. Maar die het wel lastig vindt om veranderingen door te brengen.
Je kan een beetje een saaie persoon zijn. Of saai, maar ja. En dat kan een stiersteen ook maagd zijn. Hoeft niet, maar dat kan. Wat is er nu? Een liefdesaanbieding. Kan zijn dat jij in een karmisch proces zit. Dat jij ergens uit wilt proberen te komen. Dat je te veel hooi op je vork hebt genomen. Er is wel liefde. Iemand wil je liefde aanbieden. Maar ik heb het gevoel dat het hetzelfde persoon is. Dus iemand heeft heel veel liefde voor je. Maar tegelijk heb je zoiets van, ik weet het niet. Ik weet niet of ik dit wel nog aan kan. Het kan te maken hebben dat jij nog iemand in je omgeving of iemand in gedachten hebt. Waar jij ook een chemie mee hebt. Maar in ieder geval zegt de 10 van staven dat jij te veel hooi op je vork hebt genomen. Misschien heb je te veel gegeven. Misschien stond je altijd klaar voor die persoon. En ja, heeft je dat best wel veel burdens opgeleverd. Misschien wel een burn-out zelfs. En je hebt wel verliefd, of er was. Ik zie wel dat er veel liefde en stabiliteit is. Maar ik zie ook dat het een karmisch persoon is. Dus ook al was er wel liefde. Dit is wel een stukje om balans op te maken. En dus eigenlijk. Leren voor jezelf op te komen. Het kan zijn dat er ook jaloezie in je omgeving is. Maar in ieder geval is er iets wat. Waar een balans in zou moeten worden gevonden. En het kan ook met een huwelijk samenwonen. Of in ieder geval iets waar jij een balans in moet gaan vinden. Wat gaat er in de toekomst gebeuren? Liefdesgebied. Mijn beeld wordt steeds donker. Ik weet niet of jullie daar veel last van hebben. Maar... Wat gaat er in de toekomst gebeuren? Wauw. Ja. Weer stabiliteit zie ik. Ja, je twijfelt of jij teruggaat naar een persoon. Dat is wat ik zie. Er is veel liefde. Er komt geestelijke groei. Dus je gaat wel op spiritueel gebied jezelf ontwikkelen. Maar het kan ook een liefdesaanbieding zijn. Die dus je wordt aangeboden. Die persoon heeft heel veel liefde voor je. En ik zie wel dat je een keuze gaat maken. Dus dat je meer naar je hart gaat. En dat je je niet meer zo afsluit. En het kan heel goed te maken hebben dat jij gewoon toch wel nieuwsgierig bent naar het feit hoe het zich gaat eigenlijk ontplooien. Dat is een kaart van stabiliteit en onderzoekend. Een begin van een nieuwe liefde is wat ik eigenlijk zie. En dat kan dus... of nieuw, maar het kan dus met de persoon zijn die jij in gedachten hebt. Of het is een oude persoon in je leven die jij gewoon al kent. Wat op een hoger commitment komt waar je toch heel veel liefde voor voelt. Alleen dat je toch bepaalde dingen gewoon misschien, hoe moet ik het zeggen, voor jezelf moet opkomen. Dus leren voor jezelf op te komen. Wat mag ik weten? Woeps. Wat mag ik weten over de temper? Heel veel. Ja. Weer die 10 van munt is wat ik zie. Oeps. De hierofant. En de emper. Ja, dus wat ik... Het kan te maken dat er wel een huwelijk is. Dat jij in een huwelijk zit, of in ieder geval een commitment. Ja. Het kan zijn dat jij even een pauze hebt genomen in je huwelijk in het verleden. Of huwelijk, of in ieder geval een commitment. Dat is wat ik zie. En dat heeft je wel veel verdriet gedaan. Want ik zie wel dat er veel liefde is. Dat wel. Alleen, ik heb het gevoel, en dat had ik in mijn vorige readings bij jullie ook. Dat je een beetje meer spanning wil. Je bent op zoek naar gewoon wat avontuur. Wat mag ik weten over die burdens? Ja, het kan zijn dat je wegloopt. Dat jij inderdaad te veel hooi op je vork hebt genomen. En eigenlijk...
een dapper besluit hebt genomen om eventjes voor jezelf te kiezen. En dus eigenlijk even je eigen weg te gaan. Omdat ja, je eigenlijk niet meer emotioneel vervuld was. Of bent. En de Chariot. Dat is heel goed. Want daardoor, als hij die balans opmaakt en meer voor jezelf opkomt, dan vind jij ook succes. En dan voel je ook dat je een beetje rust krijgt. En daardoor ook gewoon evenwicht krijgt. Omdat jij gewoon een lastige periode hebt gekend in je leven. Misschien nog wel. Maar door eigenlijk de beheersing en de discipline die jij kan opbrengen, kan jij ook die wijsheden die jij hebt meegenomen door eventjes afstand te nemen, ook weer gewoon verder kunt gaan. En dit is wel heel mooi, want deze kaart zegt ook alles dat je goddelijk je kan laten leiden. En eigenlijk weer opnieuw kan beginnen. En dat kan opnieuw beginnen met een persoon, een nieuw persoon. Maar het kan ook goed zijn dat het een oude persoon. Maar dan ga ik even vragen. Die Ace of Cups. Wat is voor aanbieding is dat? Wat moet ik daarvan weten? Oeps. Eerst nog van die Knight of Cups. Wie is dat? Knight of Cups. Ja, zie. Het kan zijn dat jij twijfelt in de liefde. Maar dat zag ik natuurlijk al. Maar kan zijn dat er twee personen zijn. Dat jij een karmische en een, dat je tussen je hart en verstand eigenlijk moet kiezen. Waar ga je voor? Ga ik voor spanning? Of ga ik voor het stabiele en het vertrouwde? En dit heb ik volgens mij eerder gehad. Dus jullie zitten daar nog een beetje in. Dus er staat echt wel voor een keuze. Waar ga ik voor? Ga ik die liefde aanbieden? Ga ik dat excuses aanvaarden? Ga ik diegene vergeven? Of ga ik iets, in ieder geval in die trant, ga ik verder met die persoon? Of ga, laat ik het achter me? En ga ik alleen verder? Er is wel veel chemie, is wat ik zie. Maar ja, wat Spirit zegt, maak dus geen keuzes op het feit van schuld. Voel je niet schuldig als hij verder alleen gaat. Ook al heb je veel liefde, soms is liefde ook loslaten. En ook al heb je dan nog wel liefde, maar als het niet meer werkt, dan werkt het niet. En dat is een beetje wat ik voel. Dus jullie hebben wel liefde voor elkaar. Nog wel eigenlijk. Alleen niet meer op de manier zoals het was. Dat is eigenlijk een beetje wat ik voel. En daarmee twijfel je dus. Want je wil die persoon eigenlijk ook niet kwetsen. Dat is eigenlijk wat ik voel. En dat kan dus te maken hebben dat er, ik zie twee kinderen. Dus het kan zijn dat er ook kinderen in betrokken zijn. Dat daarom die keuze misschien ook lastig is voor je. Maar ik zie weer de Page of Pentacles. Ja, en het kan goed zijn dat jij gewoon heel goed alleen kan zijn. Dat jij gewoon financieel alles op orde hebt. En dat je gewoon het zelf ook wel kan redden. En daar is ook niks mis mee. Daarmee kan je ook je talenten ontwikkelen. En ja, het kan ook heel goed zijn dat er een ontmoeting aankomt. Die jou ook weer veel stabiliteit gaat geven. Nadat jij dus wel wegloopt van een situatie die jou emotioneel niet meer vervult. Die Page of Pentacles, wat mag ik daarvan weten? Ja, keuzes maken. Ja, je hebt er zelfs van wakker gelegen welk pad hier ingaat. Maar ik zie wel dat je keuzes gaat maken, want je komt hieruit. Want deze lag omgekeerd en dat is heel goed. Dus je hebt je veel zorgen gemaakt, maar je zit eigenlijk weer in je eigen energie is wat ik zie. En daardoor kan je goed keuzes maken. En wat ik zie is, je hebt veel meegemaakt. Je hebt spirituele groei doorgemaakt door het feit wat je allemaal hebt moeten meemaken. Dus daardoor ben jij gegroeid als persoon. En dit is ook een vrouw die gewoon heel goed alleen kan zijn. Dus misschien vind je dat op dit moment ook wel even prettig. En die liefde, die endless love, die is er gewoon. Maar die chemie, ik zie ook wel dat er chemie is. En het kan heel goed zijn dat er een persoon weer op je pad komt die wel weer die chemie in je naar boven brengt. Waardoor jij weer gewoon weer verliefd kan worden. En dat betekent dan niet dat je niet meer van die andere persoon houdt. Maar ja, dat je wat meer zoekt. Dat je echt die chemie zoekt. Dat je die passie zoekt. Dat is een beetje wat ik voel. En ja,
Het is ook zo dat je altijd anderen wel wil helpen, maar het is ook belangrijk nu om voor jezelf te zorgen. Dat is eigenlijk wat ik zie. En daar, dat zie ik ook dat je dat doet. Je loopt ook weg, ook al doet het je pijn. Ook al heb je het wel goed gehad met die persoon. Toch vind je ook het succes eigenlijk wel als je je pad doorgaat. En dat je dan weer ook liefde kunt voelen, spirituele groei. Maar ook een liefdesaanbieding die misschien meer in één lijn is met wat je graag wilt. Maar het is wel een keuze die jou wel aan het hart gaat. Vandaar die sadness denk ik ook. Dat het je aan het hart gaat omdat je graag wil verbinden. Maar ja, soms dan is de koek op. En dan kan je nog van elkaar houden. Als het echte liefde is, dan blijf je gewoon van elkaar houden. Alleen dan op een andere manier dan vriendschappelijk. En dat is vaak met soulmates zo. Hè? Die kunnen dan uit elkaar gaan, maar die zijn nog wel vrienden. En dat is eigenlijk een beetje wat ik voel bij deze connectie. Dus vandaar dat je misschien ook verdrietig bent. Maar ja, het is ook belangrijk om gelukkig te zijn. En of dat nou alleen is of met iemand anders. Maar ik voel dat je het lastig vindt om mensen teleur te stellen. Maar er komt gewoon een nieuwe aanbieding in liefde of geestelijke groei. Er komt een nieuw aanbieding van stabiliteit weer op je pad. Waar je misschien zorgen over hebt gemaakt. Maar het gaat jou wel veel brengen. Je kan daardoor ook keuzes maken. En dan wordt het misschien ook allemaal wat makkelijker. Ik wens jou daar heel veel sterkte mee, lieve Waterman. Ik hoop dat het resoneert. Zou niet met iedereen resoneren. Maar ja, dat is natuurlijk altijd zo met de sexual readings. Dat is natuurlijk collectief. Dus het kan niet met iedereen. Mocht je een persoonlijke reading willen, neem dan contact met mij op via www.35tarot. Wil je kans maken op het prachtige deck van de Elfen Tarot? Like deze video, abonneer en een paars hartje. En voor het persoonlijke reading, abonneer, like deze video en een rood hartje. Ik wens jullie al wat goeds en ik hoop jullie natuurlijk snel weer te zien. Doeg!